Wow, kijk dat tasje. Dat lijkt onmin ernstig op Louis Vuitton. Wow, yo, ik heb een reversed holo Louis Vuitton tasje. Jawel, dames en heren. Ik voel het. Deze handjes gaan vandaag een EX-kaart aanhalen. Wat zink! Het is zover. We gaan de Vervillion promo pack openmaken. Dus ik ga er ook gewoon niet al te veel over lullen. We gaan het gewoon direct doen. Zonder dat ik alles wat hier in de background zit sloop. Oké, dan. Dit is altijd weer hetzelfde liedje met die dingen. Maar als ik één ding geleerd heb, dan is het wel dat we gewoon even geduld moeten hebben. Oh my god. Oh, hoe moeilijk kan het ook zijn, hè? Dit is voor kinderen, hè? Besef dat wel even, man. Oké, nou, ik zie het al. Na dit scheurtje gaan we hier, ja, kleine opening, forceren we eruit. Ja, kijk, daar gaan we, dames en heren. Zie het ook eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Het is gewoon leuk om er lang over te doen. Zo, oké, 3 motherfucking booster packs. En deze keer hebben we er ook weer een promokaart in zitten, zoals ik net al zei. Jawel, van een Vervillion. Eens even kijken, kunnen we die dan ook even goed zien? Die kunnen we zeker even goed zien. Kijk eens even, dit ziet er toch fucking ziek uit. Gooi sowieso alvast een like als je vindt dat deze kaart er fucking episch uitziet. Want hij ziet er gewoon fucking episch uit. Goed, er zit ook nog een coin in. Die ga ik er even uithalen, denk ik. Schiet ik hem zo in mijn eigen fucking oog. Het zou wel grappig zijn. Oh ja, oké, we hebben de coin eruit. Jawel, het is een Pikachu. Ja, het is een Pikachu. Wow, hij klinkt echt fucking ziek. Alle kleuren van de regenboog. Awesome! Goed, die leggen we bij de rest van de muntjes. Maar wat houden we hier over? Jawel, dames en heren. 3 booster packs. Oh, wat heb ik zin om dit allemaal open te maken. Goed, jullie weten nog, de vorige keer zei ik dat ik de Mega LXM als laatste ging doen. Maar deze keer doe ik hem gewoon als eerste. In de hoop dat mij dan extra geluk geeft. We gaan eens even kijken. Daar gaan we. Natuurlijk hebben we deze keer ook weer een internetcode. Degene die de eerste bij is, heeft hem. Pakken weer de 3 kaartjes. Knallen die achterop. En daar gaan we dan. De eerste kaart is een Trainer. De tweede kaart is een Old Amber Aerodactyl. De derde kaart een Tintino. En dan Solo Sis. Oh, dit is een Solo Sista. En dan een Binakelen. Een Riolu. Een Mincino. En wat dan? Een Whismur. En als het goed is, krijgen we nu de Reverse Holo. Het is een Reverse Holo Trainer. Wow, kijk dat tasje. Dat lijkt onmin ernstig op Louis Vuitton. Wayo, ik heb een Reverse Holo Louis Vuitton tasje. Maar dan nu de zeldzame kaart. Is het een zieke? Het is een hele kutte. Het is een Grumpig. Nou, ik voel mezelf nu ook wel een Grumpig. Jesus fucking Christ. Nou goed, ik mag hopen dat dat niet is hoe deze video helemaal gaat zijn. Dus we rippen gelijk het volgende pakje booster packs helemaal open. Oh, dat gaat zo te zien weer minder soepel. Wat hebben we hier? Nog een mooie code. Degene die hem als eerste hebt, gefeliciteerd. Laat het even in de comments weten, zodat mensen zich niet dood gaan zoeken. En dan nu, de eerste kaart is een Dewgong. Oh, die vind ik serieus wel vet. 120 HP ook. Hey, het Louis Vuitton tasje deze keer niet reversed holo. Een Energy. Wow, ik heb echt volgens mij bijna nog nooit een Energy kaart getrokken. Een Snubbull. Er was Snubbull. Een Seal. Een Bronzor. Een Cottony. Een Burmy. En dan nu de reversed holo. Een Diglett. Oké, ja, nou ja. Ik ben er semi blij mee. En dan nu de zeldzame kaart. Is het een EX? Oh, alsjeblieft. Het is een Barberkle. Oh my god, dan voel je je toch even genaaid, man. Ik voel me echt fucking hard genaaid. Maar we hebben natuurlijk nog 1 pakje. Nog 1 pakje, dames en heren. Oh, er moet hier echt iets. Als hier niks seks in zit, misschien stop ik dan wel met Pokémon kaarten, man. Daar ben ik echt helemaal klaar mee. Nou, hier de internetcode, alstublieft. We pakken weer 3 kaartjes, leggen die onderop. En dan draaien we de hele reutemeteut weer om. En dan beginnen we met een Trainer Power Memory. Een Old Amber Aerodactyl die we net ook al hadden. Nog een Trainer, een Ultra Ball. Een Snubbull. Een Riolu. Oh, ook gewoon dubbelen de hele tijd. Een Deerling. Nou, dat ziet er dan misschien nog cute uit, maar ik ben gewoon boos nu. Een Jigglypuff. Oké, dat vind ik op zich wel ziek. Komt nu de Reverse Holo? Nee, er komt eerst nog een Gotita. Nu de Reverse Holo. Wow, dat is die Deerling. Reverse Holo. Oké, ik moet zeggen, die is wel vet. Maakt iets goed, maar echt niet alles.
Nu de zeldzame kaart. Oh, alsjeblieft, laat me niet stoppen met Pokémon kaarten kopen. En het is een Zygarde. Ja, het is wel een legendary Pokémon, maar hij is niet holo. Dames en heren, vanaf nu ben ik depressief. Jullie kunnen me alleen nog maar blij maken door dan maar likes te geven en te abonneren. Want anders weet ik ook echt niet meer wat ik met mijn leven moet. Ik ga even de ziekste kaarten er nog even één keer bij pakken. Even kijken hoor. Of nou ja, de ziekste kaarten. De meest teleurstellende kaarten ooit. Oh my god. Nee, dit was echt... sorry. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dit is het dan uit deze video. Nou. En natuurlijk niet te vergeten, hè. De Vervillion. Die mogen we niet vergeten. Goed, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zijn jullie niet even depressief als mij. En voor nu zeg ik weer... Adios.